De zorg van de Gemiva SVG-groep gaat ook 's nachts gewoon door. Op woonlocatie Zwettehage in Zoeterwoude zit de centrale nachtzorg. Tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends geeft het team directe zorg aan de ruim 300 cliënten die hier wonen. Evelien is van slag. Die ziet spoken en geesten en Conrad is van slag. Een medecliënt had er ook wel erg veel last van. Die belde ons, het gaat hier niet goed. Evelien ziet geesten en spoken en Conrad is ook onrustig. Dus wij doen met z'n tweeën naartoe. Kijk uit een paaltje. Ja. Er is een lampje kapot. De afstemming is kapot. En ik denk dat we hier naar moeten kijken. Ik denk dat dat een pech is met de batterijen. Als er wat is, dan lossen we op korte tijd lossen we op wat er aan de hand is. Maar maken we altijd duidelijk, het is nacht. Morgen mag je het verder vragen. En we gaan weer slapen. Even doorgeven wat er aan de hand is. Gaan we doen. Dan kan jij lekker slapen. Bedankt, hè. Dag, Conradje. Wat is er met Evelientje? Wat heb je dan? Een mooie pyjama. Evelien is altijd wel in haar eigen wereldje. Hij heeft ook meerdere persoonlijkheden in zichzelf. Het is erg gebeurd. Nee hoor, weet je wat het is? Die heb ik allemaal weggestuurd. Huppatee. Evelien moet gaan slapen. Ja. We doen de gordijnen dicht, zo. Huppatee. Zijn ze er niet meer? Ja? Slaap lekker. Ja. Dag, toedeloe. Het centrale nachtzorgteam heeft ruim 30 medewerkers. Op woonlocatie Zwettehage zijn elke nacht 6 medewerkers in de weer. Via een speciaal uitluistersysteem kunnen ze horen als er iets mis is met de cliënten. Het is nacht. Ga maar slapen. Wij luisteren dan Zwettehage, dit terrein uit, maar we luisteren ook locaties buiten Zwettehage uit. Ja, dit kan een toeval zijn. Ja, hè? Ja. Ja. En dus gaan Bernadette en haar collega even kijken bij de cliënt. Hoe is het? Gaat niet goed? Op het moment zit hij in zijn derde toeval. Gaan we overleggen met een huisarts of hij wat mag krijgen. Nee, dan is het goed. Als er contact is geweest met de huisarts, komt er nog een cliënt thuis. Sander komt terug van een verjaardagsfeest van zijn neef. Hé, hey, Sandertje. Goedenavond. Goedenavond, jongen. Hoi. Hoi. Kom je doen? Even melden. Kom jij even melden? Ja. Die moesten we naar huis brengen. Ja, dat doen we ook wel eens. Brengen we cliënten die later thuis komen, die brengen we naar huis. Slaapt. Sander is iemand die niet wordt uitgeluisterd. En hij is ook bij macht om onszelf te bellen of langs te komen. Wat dat betreft is hij erg zelfstandig. Sander laat nog even vol trots zijn kamer zien voordat ook hij onder de wol kan. Nou, nog niet. Maar wel bijna. Ik heb het lichtje uitgedaan. Ja? Ja. Slaap lekker. Ja. Doeg. Ja. Hij mag paracetamol, mag. Maar kijk eerst even of hij temp heeft, want dat is het belangrijkste. Je hebt een hoge verantwoordelijkheid. Je werkt natuurlijk ook 's nachts. Dan ben je ook minder geconcentreerd, zeg maar. Dus dan moet je heel erg focussen. En je werkt van de ene woning naar de andere woning. En je bent met verschillende soorten handicaps bezig. Die is onrustig. Die heeft een medisch iets. Andere kant, komt. Er is altijd iets anders aan de hand. Ja, dat kan je niet uitglijden, hè, Margreet? Zo. Mijn dienst zit erop. Ik ga naar huis. Ik ga naar bed. Iedereen wordt wakker. En ik ga lekker slapen.